Weet je, we kunnen het systeem niet veranderen, maar er is elke dag iets wat je kan doen bij iemand waarmee je het verschil maakt. In Nederland krijgen 478.000 kinderen jeugdzorg. Dat is meer dan 1 op de 10. Toch wordt er al jarenlang bezuinigd. In de serie Verloren Jongeren volgen we 4 jongeren die vanuit jeugdzorg komen en nu ze 18 zijn, zelf de regie moeten pakken. Daar is een parkeerplaats, dus dat is geen doorgaande weg, maar er komen wel mensen. Want als je helemaal alleen op een plekje gaat liggen waar geen mensen komen, heb je ook geen hulp. 'S nachts, dus. Nu gaan we langs bij de mensen die hen daarbij moeten helpen. Zij gaan tegen de stroom in en durven buiten de lijntjes te kleuren. Deze keer spreek ik met Ilona Zuidema. Samen leven, samen verantwoordelijk zijn. Dat is moeilijk, hè? Als je dan de juiste diagnose niet krijgt of niet kunnen vinden. Ja. Dat is frustrerend. Ilona ziet met haar buurthuis kans om jongeren die op een wachtlijst staan of tussen wal en schip vallen, om wat voor reden dan ook, toch te kunnen helpen. Ook al hebben ze geen officiële reden voor zorg, een zogenaamde indicatie. Hallo. Een broek uitzoeken. Zal ik heel even meelopen? Ilona's doel is zich niet laten leiden of beperken door de protocollen binnen het jeugdzorgsysteem. HLTZ is een zorgorganisatie die ik in 2013 ben gestart. Eigenlijk dat ik wel vastliep in het zorgsysteem als hulpverlener. Dat ik dacht, ik wil het heel graag anders doen. Dus in september dat jaar ben ik voor mezelf begonnen als ZZP'er. Eerst met jongeren die vaak al veel hulpverlening hebben gehad. Wel wat schuurden met het systeem. En inmiddels zijn we met 23 ambulante collega's. En sinds 2018 hebben we samen de buurthuiskamer geopend. Het is eigenlijk ook ontstaan dat ik merkte dat de jongeren ook een plek missen waar je gewoon binnen kan wandelen zonder een hulpverlener te hoeven bellen of gewoon om samen te zijn. Goed verhaal. Hoi. Oh, hoi. Jij was een goed verhaal? Ik was net een goed verhaal aan het vertellen aan de buurvrouw. Ik ben blij dat je er zelf ook blij bent. Heel Ilona, goed verhaal was het. Welkom. Dankjewel. Waar ben ik? Je bent bij de Halte, in de buurthuiskamer. Ja, waar jongeren, buren, mensen samenkomen die graag samen zijn. Hoi. Hi. Hallo. Ja, want waar is iedereen? Zijn ze weg? Nee, er zijn nog wat mensen aan het lunchen in de keuken. Hey, wat is jouw theorie achter wat je doet? Ik denk dat de hulpverlening heel lang gericht is geweest, misschien nog wel is, op hoe is het met jou. Wat vind jij belangrijk? En dat we daarmee de samenleving uit het oog zijn geraakt. Want het is heel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Maar we leven ook samen. En ik denk, als we meer samenleven, dat we ook de krachten weer uit elkaar kunnen halen. En elkaar kunnen helpen. En dat zal ook moeten, want er komen allerlei tekorten aan. Ik ken de tekorten in de jeugdzorg, eigenlijk alle zorg die eraan komt. Dus ik denk dat we met z'n allen, dat het belangrijk is dat we nu bouwen aan een gezonde samenleving, zodat we klaar zijn voor de toekomst. Ik denk dat het zorgsysteem maakt dat je gauw zelf wat uitgesloten ook. Want als je niet in een hokje past, dan zeggen ze dat je buiten het systeem valt. Dan val je tussen wal en schip. Maar dat kan in mijn opinie dus niet. En ik merk dat een plek zoals deze, en ik denk dat er veel meer mooie plekken zijn waar mensen gewoon samenkomen, dat je elkaar ook kan helpen. En daar hadden we net met Danique erover. Dat zei jij heel mooi toen straks, Danique, dat je soms eigenlijk helemaal niet weet wie werkt hier, wie is vrijwilliger, wie komt hier voor wat eigenlijk. Ja. Want iedereen praat met elkaar. Het is ook niet belangrijk waarom je hier bent. Het is fijn dat je er bent. Ja. Maar we hoeven niet van elkaar te weten wat de reden is dat je hier naar het buurthuis komt. Of dat de buurman is die dakloos is en 's ochtends hier zijn kopje koffie komt halen. Of een jongere die hier op dagbesteding komt. Of de buurvrouw die gewoon een gezellige kopje koffie komt drinken. Voor veel jongeren met een jeugdzorgverleden is het hebben van een sociaal netwerk niet vanzelfsprekend. Zo is ook in de serie Verloren Jongeren te zien. Heb je veel vrienden? Steeds minder. Ja? Steeds minder, ja. Komt dat? Ik had eerst best wel wat vrienden, maar dat waren alleen maar gebruikersvrienden. En ik heb eigenlijk niet echt vrienden die mij appen of bellen of doen van hey, kom wat leuks doen of weet ik veel wat. Ik was altijd degene die dat zelf het initiatief nam van hey, zullen we dan een feestje doen, zullen we dan uitgaan? Ik werd dan nooit voor gevraagd, nee. Wel niet?
lastig. Ik weet het niet. Misschien ben ik niet goed genoeg daarvoor. Ik weet het niet. Ik krijg wel altijd te horen van mensen dat ik dan wel... Dan zeggen ze van, ja, je bent wel een heel fijn persoon erbij. Maar alsnog krijg je dan nooit weer wederhoor van. Of dan ze jou een keer hebben of vragen iets leuks te doen. Ja. Hoe voelt dat? Alleen. Alleen voelt dat. Ja. Dat voelt heel alleen. Ja. Dus dat is heel moeilijk. Ja. En dan kan het hebben van een plek zoals dit buurthuis een uitkomst bieden. Ilona's missie is dan ook om jongeren via de gemeenschap hulp op maat te bieden. De buurvrouw kan net zo'n belangrijke rol spelen als een hulpverlener. Het buurthuis waar iedereen samenkomt moet zo aanvoelen als een thuis waar je naast professionele hulp ook gezien wordt als iemand zonder stempel. Ja, ik heb hem juist wel. Jij graag. Wat voor soep is het eigenlijk? Courgette soep. Courgette. Met avocado. Wij hebben voorbeelden dat jongeren naar een afkeerkliniek gaan en dan kom je terug, maar al je vrienden gebruiken nog. En waar ga je dan nieuwe mensen ontmoeten? En niemand gaat de straat op en dat doe je als je 4 bent naar de speeltuin. En daar ontmoet je nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Maar als je ouder bent, doe je dat niet meer. En dan is het juist belangrijk dat je een plek komt... krijgt waar je als jongere ook welkom bent. Er is sociaal contact en mensen helpen elkaar, denk ik, door met elkaar te praten ook. Wat doe jij als hulpverlener om ervoor te zorgen dat het ook effect heeft? Er komen hier mensen met grote problemen. Er is een buurman die bijvoorbeeld dakloos is en die komt hier best regelmatig. Maar er zijn ook een aantal mensen die hebben echt medelijden. Waardoor ze zeggen, ik neem hem wel in huis. Want dat is dan de manier. Ja, ik weet als hulpverlener soms een achtergrond. Maar ik mag dan zeggen, jongens, ik wil niet. We gaan het niet over anderen hebben. Maar we zijn hier allemaal om voor onszelf ook te zorgen. En we helpen elkaar door samen koffie te drinken. Ja. Dus ik denk dat die... Dat onze rol hier heel erg is. Dat is denk ik, wat doe je dan, wat je te strak zei? Ik denk dat doordat we een plek hebben waar we faciliteren en door aanwezig te zijn en dan het vertrouwen te geven dat iedereen welkom is en samen te ontdekken wat je goed kan en daar stappen in maken. Dat is echt, ja, veel meer hoeven we dan niet te doen. Ja, ik vind het mooi. Ja, het is echt fantastisch. Ja, we hebben een kledingwinkel waar we ook trots op zijn. Als je geen geld hebt, waar ga je dan kleding halen? En als je een sollicitatiegesprek hebt, of je hebt school, of je hebt iets anders, dan is het gewoon fijn dat je kan kleden zoals je bent. Dit is de plek waar dagbehandeling geeft. Dus we hebben 2 keer per week hier een groep jongeren die in plaats van in een wit saai gebouw dan hier hun behandeling krijgen door de therapeuten. Groepsbehandeling, ja, dat is prachtig. Schilderijen die een jongere heeft gemaakt die hier kwam en zei, ik kan schilderen. En dat dit er dan uitkomt, dat is heel mooi. En als je ziet waar zij nu staat, dan is dat nog veel mooier. Inmiddels is ze zelfs docent op de kunstacademie. Ja, alles was kaal, dus alles wat je ziet hebben we samen gedaan. We kunnen ook heel veel zelf. Alleen we moeten even weer bewust worden dat we elkaar nodig hebben. En dat we ook elkaar kunnen helpen. Als alle hulpverleners, als jullie jezelf nou zouden kunnen organiseren. En je zou van de een op de andere dag zeggen, we weigeren. Ik hoor maar zelden een hulpverlener die zegt, wat een topsysteem. Ja, en het moeilijke is dat je er zo gevangen zelf in zit. Ja. Ik ben september 11 jaar geleden gestart. Zo nog veel ambitieuzer dan nu. Ik dacht, ik ga voor mezelf beginnen. Ik ga zelf zorg verlenen op de manier hoe ik het wil. Maar dan kom je op een raamovereenkomst met een gemeente die je nodig hebt om zorg te mogen leveren. Daar zijn voorwaarden aan. En die voorwaarden zetten jou gelijk alweer in beperking. Waardoor jij heel veel dingen niet kan. Ja. Maar zelfs een simpele manier dat als er ouders zouden zijn die zouden zeggen, wij kunnen jou zelf betalen, wij doen het. Dat mag wel, maar dan is het wel spannend. Want als er dan iets gebeurt, of een veilig thuis, of een andere instantie raakt betrokken, zal de gemeente dat nooit goed vinden dat wij door ouders gefinancierd zijn en dat ze niet zijn meegenomen in het hele systeem. Dus die zullen zeggen, nee, je mag wel betalen, maar dat trekken wij ook je handen ervan af. Ja. Alles hangt om die indicatie in alle protocollen, alle instanties, alle veiligheid. En ik denk dat we ook zo bang zijn geworden. Ik ben wel voorzichtig in, nou, je hebt de inspectie.
kun je op de stoep krijgen als hulpverlener, ben je ook heel kwetsbaar. De consequentie is vaak heel hoog als er iets fout gaat. Heel hoog. Ja. En je moet je verantwoorden. Je hebt een jaarlijkse accountcontrole. Dan moeten we bij het CBS gegevens aanleveren voor de jeugdzorg. Dan moeten we naar de gemeente ons geld verantwoorden. Dan moeten we nog... komt de controle van de gemeente, moeten ze bij je achter het systeem gaan staan, gaan ze openen, die en die dag heb jij zo geleverd, open je systeem maar, laat maar zien dat je het hebt gedaan. Dus je moet aan zoveel randvoorwaarden, moet je aan denken. En dat maakt dat je als hulpverlener al gekaderd bent en dat je niet kan doen wat je het liefste doet. En dat is gewoon mensen helpen waar het nodig is. Wat wij heel lastig vinden is dat als er iemand komt en die heeft een traumatische ervaring meegemaakt. En die heeft daardoor allerlei patronen. Hè, je gaat vermijden, je wil daar niet bij, je slaapt slecht. Dan is het heel moeilijk om op de wachtlijst voor de GGZ te komen. En eigenlijk te wachten totdat de behandeling is. En tot die tijd maakt dat het financieringssysteem zegt... maar de WMO of de jeugd mag alleen begeleiden. Ze mogen niet behandelen. En dan is het heel vermoeiend dat je daar eigenlijk bijna discussie over krijgt... terwijl we hetzelfde doel hebben om iemand te helpen... omdat ze zeggen, ja, maar het is WMO of het is jeugd, je mag niet... Je mag geen behandeling geven. Terwijl die wachtlijst duurt een half jaar, 3/4 jaar. En wat doen we in de tussentijd dan? En je kan niet tegen iemand zeggen, ja, je mag niet over je trauma praten, want dat is behandeling. Ik kom hier alleen om samen met jou je dagstructuur door te nemen. Of om te kijken dat jij een huisvesting krijgt. Ja, dat is raar, dat is gek. Wat jij eigenlijk volgens mij zegt is, je kunt wel een systeem bedenken wat zou moeten passen op de samenleving. Ja. Dat de samenleving zou moeten helpen. Maar het systeem is eigenlijk nu de samenleving aan het tegenwerken. Enorm. Doordat het dus doordat we de iets creëert van maken. Waardoor je daar niet meer in past. Ja, ja, alleen al je grens van 18. Hè? Dat wij jongeren krijgen die we moeten helpen naar huisvesting zoeken. Maar je kan je vanaf je 18e pas inschrijven bij de woningbouw. En we weten allemaal hoeveel woningen er tekort zijn. Ik denk dat we heel veel systemen hebben bedacht vanuit... vroeger, vanuit de tijd na de oorlog, dat het ook nodig was om alles op te bouwen. Maar ik denk dat we zoveel systemen zijn gaan creëren dat we nu eigenlijk struikelen met z'n allen over alle protocollen en alle lijnen. En dan is het nog erger dat de zorg is om mensen te helpen, maar die zorg wordt steeds meer dat jij buitengesloten wordt. Moet je naar de GGZ, dan moet je op de wachtlijst voor de behandeling. We hebben het er net over gehad, jij 2 jaar? Ja, het zou 1 jaar zijn, maar ik was bij het verkeerde team aangemeld. En dan ga je weer overnieuw. Ja. En dan... Verkeerd vakje, dan nog even weer zo lang wachten. Ja. Terwijl wij er heilig van overtuigd waren dat het goede vakje was. Ja. En dat is denk ik wat... waar heel veel plekken steeds meer zien dat samenleving zo belangrijk is... dat we zelf ook een deel kunnen op gaan vangen. Waar ben je nou het meest trots op als je hier rondloopt? Nou, eigenlijk wel op hoe deze plek... een thuis is geworden voor zoveel mensen. En bijna een ziel, het klinkt zo bijna zweverig, maar je voelt gewoon dat hier veel mensen zijn die met liefde voor andere mensen klaarstaan. Vrijwilligers, ambulante collega's, andere organisaties die je huren. En dat jij wordt gezien en dat je hier welkom bent, ongeacht wie je bent. Ja, daar word je bijna stil van als je beseft, denk ik, voor hoeveel mensen deze plek zo belangrijk is.